Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft gisteren het startsein gegeven voor de vakopleidingen van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, in Saramakka. Bij deze trainingen zullen de richtingen elektrohuisinstallatie en textiele werkvorming verzorgd worden. Met de opgedane kennis kunnen de deelnemers makkelijker hun weg vinden op de arbeidsmarkt, zegt minister Kuldeep Singh. We zijn al vanaf mijn aantreden zijn we begonnen. En zoals u weet is het een BNTF-programma van de CDB Bank. En het zijn kosteloze trainingen voor nu. Maar de vakscholen zijn er gewoon en we verzorgen ook reguliere trainingen. Kijk, het gaat er namelijk om waarin zijn mensen het meest geïnteresseerd. Snap je? Dus daarmee houden wij ook rekening. En als ze de interesse er is, kijk, we gaan niet alleen, we zijn landelijk bezig en we zijn niet alleen bezig met SAO, we zijn ook bezig met SHTTC en SPWE. Dus het, we gaan landelijk en we gaan verschillende trainingen verzorgen. Maar nu gaan we richting interesse. Wat is de interesse? Joyce Lapaar, directeur van de SAO, zegt dat de trainingen door instructeurs van Paramaribo verzorgd zullen worden. Voor de trainingen mag de stichting ook gebruik maken van de multifunctionele zaal van het commissariaat. Lapaar vertelt waarom is gekozen voor huisinstallatie en textiele werkvorming. Nou, we hebben gekozen voor vaktrainingen die makkelijk verplaatsbaar zijn. Want u begrijpt, er moet voldoende vermogen zijn om de trainingen te starten. Als je om vaktechnische trainingen start. En je moet equipment kunnen hebben. En als het gaat om elektrohuisinstallatie, hebben we voldoende faciliteiten hier die de DC ter beschikking stelt om de training te kunnen verzorgen. Daarnaast zijn het handgereedschappen, zijn kleine dingen, multimeters en zo die je nodig hebt. En we zullen gebruik maken van praktijkobjecten hier in het district. Als het om textiele werkvormen gaat, brengen we de naaimachines gewoon naar de districten. En je moet een goede werktafel hebben en dan is het gedaan. Er hebben zich 35 cursisten aangemeld voor de trainingen, waarvan 26 gekozen hebben voor elektrohuisinstallatie. De stichting zal binnenkort bekendmaken welk district aan de beurt is na Saramakka.